Karel en José, mannen, heel goedemiddag. Is er daar veel gebeurd in de Moeren of hebben die dan toch een muis gebaard? Nee, ze hebben geen muis gebaard. Integendeel, de voorspellingen van de Moeren en de windrichting die waren helemaal correct vanmorgen. Dus is er echt wel gestreden. Vooral in de aanloop naar de Moeren was er al een gevecht om daar op de goede plek te zitten. En we zagen dat de mannen van Alpes in de Keuning daar heel gretig waren. Met Van der Poel zelf hoor. Van der Poel zelf die ook een streepje trok om zijn mannen in een goede positie te brengen. En dan gaan we hier de E40 over in Adinkerke. En daar longt die lange rechte strook waar de wind in het voordeel zat. Die passage is zowat 25 minuten geleden gebeurt. En we zien drie Alpes in de Keunings mee. Gianni Vermeers hier, Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel zelf. En dan zie je op dit moment de waaiers ontstaan. Hè. Er zijn er een paar die het niet meer kunnen harden daar. En er is er eentje die er nog in extremis naartoe sprint naar die eerste waaier. En dat is een spurter. Dat is de winnaar van de rit op de Champs-Élysées in de Tour van vorig jaar. Dit is Jordi Meus. Kijk hoe hij als een kat gebogen over het stuur richting de rest van de groep fietst en er ook bij komt. En zo hebben we een grote groep van 29, een eerste waaier. Er zijn ook valpartijen geweest, hier een vrij zware met Narváez die daar langs de kant ligt. Narváez die duidelijk zwaar getekend was door die valpartij. Maar dit is dus die eerste waaier. En het was eerst met een klein beetje de rem op, maar dan kwam Van der Poel zelf een paar keer het signaal geven, José. We moeten hier weg met die bende. Ja, zo waren het eraan begonnen. Nee, ze hadden voor het begin al Gillier opgesoupeerd, de mannen van Alpes in de Keuning, dan een hele lange beurt van Sinkeldam om de grote snelweg over te rijden en daar is het dan echt helemaal losgebarsten. Ja. En dan probeer je zo snel mogelijk aan namen te geraken. Ik ga er een aantal meegeven. Het kan zijn dat we niet volledig zijn, maar we hebben er toch veel. We hebben Kooi gezien. We hebben Mick van Dijken gezien. We hebben dus de drie mannen van Alpes in de Keuning gezien. Met hier Gianni Vermeers. Die vraagt ronddraaien. Philipsen dus ook. En Mathieu van der Poel zelf. Dan Mikkels, Rex, Petit en Teunissen. Dat zouden er vier zijn van Intermarché. Petit ben ik niet 100% zeker, maar Rex en Teunissen zeker gezien. Mikkels ook. Merlier is de enige van Soudal Quickstep die die slag heeft over. Overleefd. Mozzato, de winnaar van Breed en de Kokzijde, zit er ook bij voor Arkea. Dan hebben we Kung en Eski. Kung en Louis Eski van Groupama. Bissegger is erbij voor EF Education. Alexis Renard van Cofidis voor Bora, Meus en Danny van Poppel. En dat gaan we hier vanuit de lucht allemaal nog wel wat beter zien. Ben Turner is erbij voor de Grenadiers. Matteo Trentin. En dan Pedersen, Jonathan Milan en Jasper Stuyven voor Little Trek. Drie stuks ook. Gaviria is de man van Movistar. We hebben Degenkolb en Eekhoff voor Team DSM. Firmenich, Walscheid is erbij voor Jake Walula. Molano voor de Emiraten. En Van Gestel zeker ook van Total Energy. Het kan zijn dat er nog één of twee missen, José. Maar in elk geval, dit is een zeer interessante groep om mee op pad te gaan. Het leek even dat ze daarachter zouden samenklitten. Samen. Wie heb je nog gezien? Matteo Trentin. Matteo Trentin is er zeker bij. Daarachter zijn ze gaan samenklitten en het leek er even op dat die tweede en derde waaier weer naar de eerste zouden gaan toerijden. Maar ze zijn dan tempo beginnen maken en ze hebben nu toch al een aanzienlijke voorsprong. Renaat die zit daar ergens tussen. Ik vermoed dat we wel eens naar Renaat kunnen. Ja, we zien hem al in beeld. Renaat, wat is de stand van zaken op dit moment? Heb je er zicht op? Ja, dat peloton is terrein aan het verliezen. Hè. Hier op weg naar Poperingen. Dat peloton is zo net ingehaald door de ploegleidersauto's die naar waaier 1 zijn gesprongen. En dat betekent dat er een aanzienlijk verschil moet zijn tussen dat grote peloton en waaier 1, zullen we maar zeggen. Want in principe rijden daar nog die 8 koplopers voor, als ik het goed heb. Tenzij die ondertussen gegrepen zouden zijn. Maar dit is een Gent-Wevelgem vintage vluchtkoers met die breuken in de Moeren, met de valpartijen. Narváez, dat was een oorlogsscène. Dat waren taferelen die deden denken aan de legendarische versie van 2015. Jongens die uit de gracht kwamen gekropen. Narváez voornaamste slachtoffer. En in de aanloop naar die Moeren zijn we ook al een Tratnik kwijtgespeeld. De winnaar van de omloop, het Nieuwsblad. Zware valpartij met drie man tegen de vlakte. Uit de wedstrijd verdwenen. Niet onbelangrijke pion bij Visma Leasebike. Ik heb hem in elk geval niet meer gezien. En overal waar we kijken zien we renners beuken tegen de wind. Stof hier nu ook veroorzaakt door de volgwagen van Movistar. Die ook probeert voorbij dat peloton te gaan. Ze likken hier letterlijk hun wonden in dat peloton. We komen dus van de kant met de bocht erin, de kasseitjes. Ja, links opdraaien. Hè. Mm-hmm. Links opdraaien. Mocht je rechtdoor rijden, rij je Kemmeldorp binnen. Ja. Maar we gaan links de Kemmel op. De Skirsch, die als eerste eraan gaat beginnen. Mathieu als zesde. Vijf renners van Lidl, trek op kop. Waar zit Philipsen?
Er is hier nog volk teruggekeerd. Hè? Ja, ja. Mathieu schuift op. Mathieu schuift op en gaat er een koek op geven, José. En gaat er al een patatje op geven. Hier. Volgen wie kan. Volgen wie kan. Veel volk van Lille-Trek met Pedersen in eerste instantie. Dan Milan en Stuiven. En wel Girmay, toch? Girmay daar ook, ja. Philipsen daar in het daar spoor iets verder. Ja. Philipsen die ook aan het opschuiven is. Hier Kuhn die door beet schuift met Kirsch, met Turner, met Philipsen en Vermeers. Trentin. Van Gestel. Polius daar aan de rechterkant. Fred Wright. Alderbergen. Het is, laat ons zeggen, aan 90%. 85. Het is Petersen die mee is met Milan. Ja. Er zal zich toch weer een elitegroepje afscheiden. Kijken waar Philipsen komt. Hier en daar Vermeers. Van Gestel. Polit. Nu wel. Van der Bergen. Graag Andersen. Was dat Merlier daar rechts? Hier, ja, Merlier nu rechts. Dat is ver. Dat is redelijk ver. Met drie gaan ze zich afscheiden. Dan een man of vier. Met Stuiven daarbij. Ja, dit zijn allemaal mannen die nog kunnen terugkeren. Zo dadelijk. Aan de achterkant naar beneden. Ja, als die twee groepjes hier samenkomen, zijn ze met z'n vieren van Lille-Trek of met z'n drieën? Drie, ja. Ja. En dan, dan zijn die verplicht om door te rijden. Terwijl hier Kirsch komt. Wat moet die doen? Doorrijden of stoppen? Stoppen zou ik zeggen, doen. Want deze mannen rijden door. Kirsch moet niet nee. rijden, hè, want dan brengt hij een Philipsen terug. Ja, daar is het hem juist. Hè. Wat doet Kuhn teken? Ja, ik weet niet. Op zijn stuurkloppen. Man van, Dit is wel redelijk wat volk bij elkaar. Hier nog een man van Alpecin de Koning. Ja, Andersen. Kijk maar die snelheid. En dat was ook wel Quickstep ver. En Renaat. Ja, in de boerenbocht op het einde van de afdaling van de Kemmel. De kopgroep die bocht nu rond Van der Poel aan de leiding. Met Milan, met Pedersen en dan die andere jongens. En dan kijken naar de verschillen. En dat is toch een kloof van betekenis. Is dan één renner van Intermarché Wanty die hier als eerste achtervolger komt in de bocht. En dat is Rex. Jawel, Rex. Rex, goed gedaan na die val. Dat is op 15 seconden. En dan hier het peloton onder aanvoering van Danny van Poppel. Dat is op 22 seconden de grote groep met Merlier en Philipsen in de eerste gelederen. Benoot halfweg. Dat is een lang lint nog. Dat is zeker nog een man of 70, 80 bijeen in het peloton. Ja, veel volk. Opgave van Tosh van der Zanden wordt gemeld. We zagen een gretige Van der Poel. Ook al waren er drie mannen van Lille-Trek bij. Even correctie voor mezelf. Die commandobunker daar op de Kemmelberg heeft niks met de Eerste Wereldoorlog te maken. Die is veel, veel later gebouwd ter gelegenheid van de Koude Oorlog. Renaat. Ja, de Lee in een achteropgebleven groepje terechtgekomen. Moet corrigeren na de eerste passage over de Kemmel. Milan is vooraan weggereden. Milan is gaan versnellen. Ja, dan gaan ze daar toch niet doorrijden, denk ik. Hè. Die mannen gaan al niet meer rijden. Dan gaat Van der Poel in principe ook niet echt doorrijden, denk ik. Of gaat hij toch op een van die volgende bergjes er nog eens tegenaan. Het is Tim van Dijken zeker die mee is. Tim van Dijken en Rasmus Timmer hier. Hè. En is dat dan Eski die ertussen hangt? Hannes schudt met het hoofd. Nog geen informatie binnen. Of Petit. Het zou kunnen. Wat type renner, Laurence Petit? Laurence Petit, de Nieuw-Zeelander, ja, zou kunnen. Ik bedoel qua stijl. Dit is die demarrage van Milan. Mathieu van de Kop en Jonathan Milan. Die demareert.
gaan richting Plugstreet. Van dat... Doe maar, ik mag niet. Ja, ga maar. Ja, Van der Poel. Met een nieuwe laag, een nieuwe versnelling van Mathieu van der Poel. En Van Dijken die daarachter dreigt af te haken. Van Dijken in de problemen, de gele mannen zijn dan plots weer weg. Wel goede reactie van Pedersen die aan het wiel van der Poel klit. En dan, Pitti. Pitti die eraf moet, maar die er misschien nog net naartoe gaat. Pedersen heeft het onder controle. Hij gaat er niet af. Maar Stuyven wel. Al kan die ook nog eens terugkeren hier. Klein beetje meer risico voor de bocht. Versnellen van der Poel, want dat kan hem natuurlijk. Hè. Die bochten nemen als de beste. Hoewel Stuyven als Europees kampioen gravel. Zou je denken. Onmiddellijk weer een groter gat met die achtervolgers. Hè. Philipsen nu in zijn eentje. Ja, we wilden nog iets aannemen. Een drinkbus van... Lukte niet. Een verzorger die daar staat. Kra Andersen en Vermeers daar ook. Op die tweede rij. 14 seconden nog door die versnelling van Mathieu van der Poel. Het verschil met Milan, dat waren er net meer dan 30. 31. En van een samenwerking is hier geen sprake. Hè? Ik bedoel achteraan daar. Hè? Er is er geen enkel peloton of geen enkele ploeg die echt nog rijdt. Ik denk, jongens. Ja. Hij blijft gas geven. Pedersen die hangt ook tussen dat kader ondertussen. Renaat. Ja, 16 seconden de achterstand voor het kwartet met Van der Poel op leider Milan bij het afrijden van Hill 63. En dan verderop een achtervolgende groep, maar dat is al achterstand. We gaan die nog even meepikken. Hier komt een groepje met Trentin, dat is op 40 seconden. Kijken wie we daar nog zien. Stuyven naar zijn achterwiel. Matthews, Lampaard, hele grote groep. Dat is op de grote groep, dus op 40 seconden. Stuyven kijkt naar zijn achterwiel. Ik vrees dat hij inderdaad wegstaat. Ja, het is van dat. Het is van dat. Eens kijken hoe hij die bocht gaat aansnijden. Ja, en dan ga je plots in een andere situatie belanden met de mannen van Lidderdijk. Ja, nee, kan niet. Lek achteraan. Mm-hmm. Lek achteraan. Dat is een totaal andere situatie. Die tweede Plugstreet met daar die doedelzakspelers en die trommels. Net gezegd dus dat Jasper Stuyven lek staat en dat zien we hier bevestigd. Goh, dat is jammer hè. Die tweede Plugstreet, dat is een eerbetoon aan de kerstbestanden in 1914. Hè. Op, kerstdag voetbalden samen. Op kerstdag werd de witte vlag gehesen en gingen ze een potje voetbal spelen. De Duitsers tegen de Britten. Kilometer 3, ook weer hier lichtjes in stijgende lijn, zie je aan die zwoegende stijl van Jonathan Milan. Daar staat nu 26 seconden, dat zou... veel zijn, denk ik. Als je Mathieu van der Poel hier zo ziet te keer gaan. Van der Poel met Pedersen en Pitti. Bevestiging van Lawrence Pitti. Goed. Ja. Absoluut. Zeker. Hier zijn die drietal met nog altijd Stuyven daarbij. Die natuurlijk, die volgwagen zitten zo ver, kunnen er niet bij. Zelfs een wiel van een neutrale motor is ook eigenlijk niet echt de oplossing. Misschien staan er wel in principe... fietsen of teams met wielen langs de kant op deze Plugstreet. Zou ergens logisch zijn. Aan Tilder en Van Dijken heb je nu ook nog heel weinig natuurlijk. Ja, nee. Die waren gelost. Gelost is gelost, hè. Philipsen controlerend. Meers in vijfde positie dan Lampaard. Met zijn drieën. Ja. Kuhn daar ook iets verder. Dit is de Memorial of the Missing. En Renaat. 18 seconden de achterstand voor het trio met Van der Poel op Milan. Die is echt wel heel snel wegrijdt. En ja, hier de pech voor Jasper Stuyven. Hij draait de Christmas Truce af en staat dan stil. En dan gaat hij een reservewiel krijgen van een pion van de ploeg die daar langs de kant van de weg staat. Maar hier komt het peloton dan op 43 seconden van de groep met de grote massa, met de Meus helemaal voorin, met in het midden naast. Ja, het is jagen, maar het is aan het gebeuren. Op naar Hill Street, naar Plugstreet 3. Tot 20% van de pool als eerste van de achtervolgers. En die gaat vanuit het zadel versnellen.
Pedersen moet zich vastklampen en Petty probeert dat ook te doen. Er dichtbij blijven. Max 16%. Klopt niet hoor, het is steiler. Deze kant, ja nee, de gegevens zeggen gemiddeld 6,6, max 16. Ga je eens meepakken? Ja, maar ik ken hem, je moet mij niet meepakken. Ik weet het helemaal. Ze zijn daar vanuit de achtergrond. Met Trentin. Mathieu, die voorlopig koers blijft. Met Kraal Andersen en Girmay en Kuhn en Turner. De andere mannen van Alpes zien nu wel wat verder weer. Waar zit Philipsen bijvoorbeeld? Daar. Hier, ja. Daar dat kopje van Philipsen ertussen. En, Pedersen gaat Pedersen overnemen. Ja, Pedersen gaat overnemen. En Mathieu die ja, dan toch wel ziet dat Pedersen heel goed is. Kijk, het gaat iets moeizamer. Zou het dan toch dat je die inspanningen van zo'n E3, die lange solos, op de duur toch bekoopt. En dat je misschien ook wel eens wat economischer moet proberen te winnen. Dat zou kunnen, ja. We zullen het niet weten. Hier is Stuiven terug. Ja, en daar Pedersen. Hier is Philipsen. Een hele sterke, gretige Pedersen, hè. Ja. Hele sterke, gretige. En wat gezegd van die Pitti? Ja, inderdaad. Je ziet dan, hè, Milan denkt van, ik pak wat seconden, maar je krijgt dan zo'n klets rond je oren dat je gewoon moet blijven zitten. Ja, wat gaan deze mannen doen? Hè? Die kunnen niet rijden. Nee, maar met er zijn er Milan wel bij die gaan moeten rijden nog altijd. Hè? Kooi is daardoor beeld geschoven. Die gaan rijden. Hier, en de mannen vanaan die gaan ook moeten blijven rijden. Volk van Soudal Quickstep ook, maar die zat dan al ver. We gaan hier naar. Oh! Wat gebeurt daar? Kiers die over zijn stuur ging. Blokkeerde zijn ketting daar, zijn versnellingsapparaat. Wat was dat? Dan moeten we nog eens terugzien. Of was dat toch maar een stuurfout? Gaan we straks nog wel eens terugzien. Er zijn nog redelijk veel volk, hè? Ivermeers. Mm-hmm. Merlier, dacht ik. Meus. De Buist. Waar is Kirsch? Hier. Oh nee, hij glijdt gewoon weg met zijn achterwiel en dan gaat hij over zijn stuur. En dan ongelooflijk dat er niemand oprijdt. Nee. En Benoot er weer heel dichtbij, ontsnapt echt. Groot geluk dat die snelheid daaruit is, hè? Ja. Met die bocht. Oh ja, dit is, ja. Stel u voor. Zowel voor hem als voor de anderen. Ja, helemaal. En nu? Nog 50 kilometer. Oké, het is weer aftellen naar de volgende Kemmel. En de volgende Kemmel zit 16 kilometer verder, maar we hebben dan alweer de Scherpenberg en de Banenberg gedaan. Met die Schomminkelstraat vanuit Westhoeter. Die Schomminkel die in andere wedstrijden als helling aangegeven staat, als extra helling, maar die is er wel degelijk hier. Hè? Trentin. Ja, en er zit daar een Milan. En een goede Girmay. En een, ja, Girmay. En Stuiven. En Kuhn. Die bij de zaak is. En Kraal Andersen. 20 seconden, hè. Dat is niet veel. Dat is niet veel, maar het hangt ervan af wie gaat rijden. Die Little Trex natuurlijk niet en die Alpes in de Keunings ook niet. Kuhn die ook in een afstoppersrol zit. Trentin. Je gaat het sprongetje proberen te maken. Het is een groep van een man of 35, 40, denk ik. Veel meer zal het in elk geval niet zijn. Trentin die een beetje schudt met het hoofd van alleen is ook maar alleen. Had eigenlijk misschien liever volk meegekregen. Niet allemaal, maar toch een deel. Ik hoor hier op de achtergrond, José wil nog eens bijtanken. Heb je het sein gegeven om nog eens koffie te maken? Koffie, ja. Koffie. Aanrukken, oké, mag. Wil hij nog iets zeggen over die leuzen, Renat? De boer is van ons.
meer was het niet. De boer is van ons. Pedersen versnelt vanuit het zadel. Mathieu reageert. Pitti die weet waarom hij aan het slepen was. Want dit is voor hem de overlevingsfase. Hè. Het is alles of niks. Of mee zijn, of wel weer ingerekend worden door alles wat erachter heel komt. Heel moeilijk op 21 jaar. Pedersen is echt wel fantastisch vandaag. Kijk, Van der Poel moet zich op dit moment, zo lijkt het toch, beperken tot volgen. Hij moet daar heel veel krachten voor aanwenden. Ervan wegrijden op de Kemmel. Nee, vergeet het. Vergeet het. Ja, en dan zal die Petersen natuurlijk heel veel moraal krijgen om te sprinten tegen Van der Poel. Mm-hmm. En vraag is echt op het puntje van het zadel. Hè? Vraag is dan, moest je daarachter zo ver laten komen tot die minuut? Had je niet beter wat druk kunnen aanhouden? Van? Ah, vanuit het peloton met Philipsen daar. Ah, ja, maar zelf kan je toch niet rijden achter Mathieu van der Poel. Die kans moet je van der Poel toch kunnen. Hè? Hij kon dan wel wat meer spelen door niet te rijden met Pedersen. Ja, maar Van der Poel zijnde en niet rijden. Ah ja, ik weet het. Dat doen we niet. Hè. Af en toe mag je die keuze toch eens. Ja, maar dat denk ik, dat zit in Mathieu. Dat zit niet in de genen. In de genen en in het DNA om mee te koersen. Fred, Ruijts. Fred. Ruijts zet Fred. Stuiven in het wiel. En dan Bora. Maar natuurlijk, als je met heel deze groep bovenkomt, ga je nog wel heel veel werkers hebben. Goh. Het is een groep, hè. Dit is nog een peloton. Hier kan je echt nog van een peloton spreken. Girmay, goed. Rechts. Philipsen en Kra Andersen. Ja. Merlier zit hier ook nog. Stuiven heel goed. Die gaat dan ook beginnen hopen. Ja, Stuiven is goed. Jammer van die pech, maar want anders hadden ze natuurlijk op een andere manier gespeeld. Zijnde. Kra Andersen, Philipsen, Vermeers, Merlier, Naassen, Van Gestel. Kooi, inderdaad. Ja, er zit nog heel veel snel volk. En Mathieu die gaat overpakken en die gaat rijden. Die wil wel met Pedersen naar de streep. Ja, als ze Philipsen wil laten winnen, dan mag hij rijden. Want dan moeten al die andere ploegen het doen. Ja, sowieso moet zijn eigen ploeg daarachter niks doen. Hè. Nee, ja. Je kan op twee fronten niet rijden ook. Dat is toch wat je altijd zegt? Overal zitten en nergens rijden. Ja, maar dan moet je wel... Dat doe je meestal. Maar dan mag je geen wereldkampioen zijn en niet Mathieu van der Poel. Voilà, nu zijn we er. Dus je leuzes zijn een beetje à la tête du client. Nee, die zijn gewoon als je niet goed genoeg bent. Maar als je echt kans maakt om te winnen, dan moet je dat spelletje niet spelen natuurlijk. Denk je niet dat hij erop ligt tegen Pedersen in de split? Ik denk het wel. Ik ook. Kan Pitti nog terugkeren? Hij zit niet ver, hè? Nee. Als ze daar even willen wachten. 10 seconden, ze kunnen hem gebruiken misschien. Ja, maar dan moet hij wel meerijden natuurlijk. Ja, kan erbij komen en weer niet rijden. En je hebt ook sympathie voor zo'n jonge knul. Come on, Lawrence. Met Pedersen en Van der Poel naar de finish. Misschien heb je ook meer kans met Pitti erbij. Dan kan je nog eens demareren in die slotfase. Het zal hier op de streep zal het hier de man met de meeste kracht in de benen nog worden, denk ik. Mm-hmm. Daarom niet de snelste. Degene die het meeste recupereert naar het einde toe. We zouden bijna vergeten dat deze twee er nog tussen hangen. Als zij groep 3 zijn en het peloton nog verder zit... Ja, dan dit is inderdaad groep 3 op 52 seconden. In dat peloton wel een probleem, hè? 52 seconden. En ze kijken achterom en ik zag ze nog redelijk naar boven kijken. Hier is Van Gestel, denk ik, of iemand? Nee, dat was Turgy, hè? Turgy, ja. Die er nog tussen zit. En kijk eens hoe ver het peloton is. Dat loopt daar nog altijd, hè, jouw chronometertje? Ja, dat loopt nog altijd. Een minuut. Het is een beetje na de bocht. Hè. Nog niet timen, nog niet. Een minuut 20 ongeveer gaat het zijn. Een minuut, inderdaad, 20, ja. Een minuut en 20 seconden. Nu is het vooral hergroeperen. Binnen de volgende 2-3 kilometer moet het begonnen zijn. Hè. Nu moet je inderdaad met 2-3 ploegen die nog een sprinter hebben, all inzetten. En niet één mannetje erbij zetten, nee. Want dan ga je er niet komen. Zo. Iedereen. Iedereen, hè? Iedereen die nog denkt met zijn sprinter Gent-Wevelgem te kunnen winnen, moet nu gaan achtervolgen. Zoals je in een toerrit jaagt op een vroege vlucht. En alles en iedereen overboord gooien desnoods. Als je dat toch moet gokken. Van der Poel rijdt toch altijd mee? Tot op de streep. Fuglsang rijdt altijd mee. De laatste kilometer. Hey, pas op, hè.
We hebben Nico Matan hier eens vanuit de achtergrond zien terugkeren. Ja. Kijk eens linksboven, Julien. Jij was erbij, zeker. Hè? Mm-hmm. Kijk eens linksboven. Ja, ja. Zou dat de motor zijn die van groep 2 naar groep 1 rijdt? 32, zegt de wedstrijdradio. Dus daar houden we absoluut geen rekening meer mee. Doen we al een hele tijd niet meer. Eén van deze twee gaat Gent-Wevelgem winnen. Pedersen gaat onder in de beugel. Daar zit Mathieu ook al. En nu gaat er geen overname meer komen. Pedersen die waarschijnlijk het tempo niet echt meer gaat laten zakken. Daar heeft hij geen belang bij. Nee, als hij het tempo laat zakken, kan hij op die explosieve cocktail van Mathieu van der Poel worden getrakteerd. Kijkt al eens achterom. Houdt de koorts om te verhinderen dat Mathieu aan de rechterkant voorbij gaat. Dan moet hij maar één kant in de gaten houden. José legt de gsm aan de kant. Ja, die hebben we niet meer nerveus. Nodig voorlopig. De mensen aan de kant ook worden wild. Nog 500 meter. Pedersen die alles nog lijkt te controleren. Maar Van der Poel die ook een hele goede indruk laat. Pedersen gaat het van op de kop moeten doen. Nog 350 meter tot aan de streep. Pedersen of Van der Poel. Twee wereldkampioenen. Een voormalige wereldkampioen en de huidige wereldkampioen. Pedersen die van heel ver aangaat. Van der Poel die voorlopig nog niet plooit. Kan hij er nog uitkomen met een late jump. Van der Poel tegen Pedersen. Van der Poel tegen Pedersen. Van der Poel die nog alles uit de kast moet halen. Het wordt spannend. Het wordt heel spannend tot op de streep. Ja. We gaan naar buiten kijken. Hij plooit. Pedersen wint. Gent-Wevelgem 2024. Het leek nog even dat hij zou terugkeren. En daar is de groep al. Daar is de groep al. Mannen, daar is de groep al. Wie spurt naar die derde plaats? De groep komt eraan. Met Stuyven die nog probeert. En daar gaat Kooi dan komen. En Meus. Philipsen en is dat Philipsen die op rechts nog gaat komen en mee op het podium gaat? Nee, Meus denk ik. Meus wordt derde, Philipsen vierde, Stuyven vijfde. Of is het Milan? Het is Milan. Ik denk het ook. Milan. Van der Poel 2. Ja. Pedersen wint. Hij leek er naast te zitten. Net op tijd aanging. En Mathieu, ja, eigenlijk moeten plooien. De heli gaat ons wijzer maken. Ja, daar even langs kwam. Ja, proficiat, hè. Deze man, proficiat. Ja, absoluut. Geweldige koers gereden. En op de Camel ook telkens misschien wel de beste indruk nagelaten. Terwijl we vrijdag nog een klein beetje twijfelden aan de paraatheid van Pedersen. Mag die vandaag, ja, kom af met die van wat morgen we wel zei, die vanmorgen wel zei, ik ben kopman, ik en niemand anders, uh-huh. Ik ga sprinten. En eigenlijk is het ook een geruststellende gedachte dat de Ronde van Vlaanderen veel meer is dan een strijd tussen twee coureurs. Helemaal. Dit zijn de voetbalvelden van Menen. Of Wevelgem, nee, het is Wevelgem uiteraard. Eens kijken wie er... Ah, het is toch Pedersen die als eerste begint. Goed aanzet, Mathieu, die lang wacht om er voorbij te komen of er helemaal niet voorbij kan. Komt hij er helemaal naast? Het lijkt toch wel dat hij er helemaal naast komt. Nee, hij gaat er nooit helemaal naast komen. De braquet was het hoogst haalbare. Ja. Er nooit helemaal naast. Pedersen met een machtsspurt. Sterk. Die, ongelooflijk sterk. Op deze manier een tweede overwinning in Gent-Wevelgem oplevert. Pedersen deed dat al eens in 2020. En nu dus... Voor een tweede keer. Fantastische koers gezien. De explosie zegt veel, zegt alles. Bedankt om deze Sporza video te bekijken. Een like of reactie achterlaten mag altijd. En vergeet ons zeker niet te volgen. Dat doe je hier. En wil je meer video's zien? Check zeker VRT Max of klik hier.